We sluiten de eerste seizoenshelft af met 23 punten. Had je van tevoren gerekend op dat aantal of dacht je dat het redelijk onhaalbaar zou zijn? Nee, ik had gehoopt op een punt gemiddeld. En dan praat je over 17 punten. We hebben er 23 gehaald. Maar in mijn optiek, die 23 hebben we verdiend. En we hadden er eigenlijk misschien 2-3 meer moeten hebben. Dat is eigenlijk iets waar je vooraf blind voor zou hebben getekend en nog steeds niet helemaal tevreden over bent dan misschien wel? Nou ja, natuurlijk uitermate tevreden. Je moet natuurlijk niet arrogant zijn. Je moet als Sparta, als je net promoveert, moet je gewoon heel nederig blijven. En gewoon zorgen dat we onze doelstellingen na kunnen streven. En dat het gewoon proberen Eredivisie te blijven voetballen volgend jaar. Nou, zoals het nu ervoor staat, 1 januari is er weer een transferperiode. Dat betekent dat het voor jou weer een drukke maand gaat worden. Het eerste wat er eigenlijk een beetje op de planning staat is Halil Dervişoğlu. Hoe staat het er met hem voor? Gaat het lukken om hem nog een half jaar hier op het kasteel te houden? Die kans is heel klein. We hebben er wel met als Sparta alles, maar ook alles aan gedaan. Ik ben zelf afgelopen week in Brentford geweest. En de situatie is gewoon heel simpel. Brentford die vindt Sparta een geweldige club. En die denkt, het is een beetje een dilemma voor hun. Want de technisch manager daar die zegt van het is goed dat hij nog 4-5 maanden hier blijft. Maar die trainer zegt ja, we hebben een zo druk ongelooflijk programma met 7 wedstrijden in 12 dagen. Ja, je weet nooit of ik hem nog nodig heb. Dus ze gaan hem een zondagavond gaat hij naartoe. Maandag wordt hij getest. En daarna nemen hun een beslissing. Dus wij gaan gewoon rustig in de wachtkamer zitten. En aan beide kanten valt het voor te zeggen. Dus het is echt, wat dat betreft kan het misschien nog wel beide kanten opvallen. Nou, ik ga het zelf persoonlijk, iedereen weet dat ik een geboren optimist ben. Maar ik ga ervan uit dat de kans misschien 10-15% is dat hij blijft. En zo niet, dan gaan we weer. We hebben daarop al geanticipeerd met Joël Peru. Maar we hebben natuurlijk ook nog Lars Veldwijk. En we hebben nog steeds Ache. Je zegt nog steeds, want iemand als Ragnar Ache maakte dit seizoen heel veel indruk. Ze kregen contractverlenging. De keerzijde is dat er dan ook andere clubs hem zien scoren bij Jong Duitsland en dan geïnteresseerd zijn. Is er een bod gedaan door Eintracht Frankfurt? Nou, ik denk dat we op het juiste moment dat we Appie Harrowy, Dervişoğlu en ook Ache hebben gecontracteerd voor een wat langere periode. We hebben een bod ontvangen van Ache en ja. Als we me dat 7 maanden geleden hadden aangeboden, dan hadden we dat geaccepteerd. Nu niet. Hij heeft zich dusdanig ontwikkeld. En belangrijk voor Sparta, met name omdat hij toch wel een beetje het Spartaanse mentaliteit toont die wij graag willen zien. Onverzettelijkheid en ten koste van alles willen winnen. Maar op het moment als het juiste bod komt wat wij niet kunnen weigeren, dan zal hij vertrekken. Maar dan zullen ze heel diep in de buidel moeten tasten. Is er dan misschien nog een constructie mogelijk, zoals met Halil ook de bedoeling is, om hem langer te houden tot het einde van het seizoen en daarna te laten vertrekken? Of is daar geen sprake van? Nou, dat is de ideaal situatie, maar heb je 2 partijen voor nodig. Het is niet zo dat we moeten. Het is wel zo dat de financiën natuurlijk vragen dat we spelers af en toe verkopen. En dat hebben we gedaan dit jaar met Dervişoğlu. Het is alleen de vraag, krijg je zo'n bod misschien wel dadelijk over een jaar wel weer voor Ache? Dat weet je niet. Dus wachten we gewoon even vast. We zitten pas op de helft van het seizoen. En de komende periode gaan we afwachten of er nog meer gegadigden komen. Of dat hun het juiste bedrag betalen wat wij voor ogen hebben. Op dit moment 4 centrumspitsen, maar het kan ook nog dat er nog eentje vertrekt in de persoon van Lars Veldwijk. Ja, dat hoor ik al natuurlijk al 6 maanden. Lars Veldwijk, ik heb het afgelopen seizoen geweldig gedaan. Hij heeft gewoon topscorer van de Eredivisie, heeft ons in de Eredivisie geschoten. Nu is het een beetje heel wisselvallig. Lars is niet blij dat hij heel weinig speelt, of in zijn optiek te weinig speelt. Ja, dat kan zomaar zo veranderen na de winterstop. Lars heeft met zijn volle bewustzijn een contract getekend. En op het moment als er geen club komt die ook een bedrag betaalt. En of misschien wij zeggen van hij blijft gewoon hier bij Sparta omdat hij kan zorgen dat wij in de Eredivisie blijven. Ja, dat gaan we de komende weken zien. En zijn er verder nog dingen die we kunnen verwachten? In de zomerstop was het een zoektocht naar een linksback vooral. Kunnen we daar misschien nog iets nu erbij krijgen? Ja, ik heb iedere keer gezegd van wij zijn nog steeds Sparta. We hebben 80% van de spelers die er nu lopen hebben verleden jaar Eredivisie gespeeld. We hebben alle posities wel een beetje dubbel bezet. Alleen de linksback positie niet. Ik wil niet zeggen dat ik ontevreden ben over Lasse Avaye. Ik heb alleen gezegd van het zou ideaal zijn als we nog een linksback erbij krijgen. Nou, daar zijn we keihard mee bezig. Ik zeg alleen in de winterstop, mensen moeten niet verwachten dat er 4-5 nieuwe spelers komen. Want we hebben maar 1 week voorbereiding. Dat zou heel slecht zijn om nieuwe mensen in te passen.
Dat zal wel in het nieuwe seizoen gebeuren. Dan kunnen de mensen wel heel veel nieuwe spelers verwachten. In de winterstop misschien 1 of 2. Maar dat is ook afhankelijk wat de markt aanbiedt. En waarvan ik denk, of we denken, dat het een aanwinst is voor Sparta. Als je dan naar de iets verdere termijn kijkt, wanneer kun jij gaan werken aan de selectie voor het volgende seizoen? Is dat pas als echt duidelijk is dat Sparta volgend seizoen weer in de Eredivisie speelt? Ja, we zijn natuurlijk alleen maar, in het verleden kan je bezig zijn met plan A en B. Dat is Eredivisie, Eerste Divisie. Gelukkig spelen we nu Eredivisie, dus ik ben alleen maar bezig met plan A. En dat is alleen maar dat we in de Eredivisie blijven. En we zijn nu achter de schermen al volop bezig. Alleen, ja, hangt dat en staat er natuurlijk A, wat het budget wordt voor het spelersbudget eerste elftal. B, wat er nog misschien beschikbaar is, wat voor ons op zijn Spartaans een aanwens is. En wie eventueel nog gaat vertrekken. In dat opzicht verwacht ik dat bij Sparta dat er elk jaar 6-7 nieuwe spelers komen, maar ook 6-7 spelers vertrekken. En zo hoop je toch weer dadelijk een heel representatief elftal neer te zetten voor het nieuwe seizoen. Maar laten we nou maar eerst zorgen dat we van deze situatie genieten. 2019, geweldig jaar, volle tribunes, ja, een goede spelersgroep. We staan 23 punten, sponsorboxen zijn vol. En we hebben ook nog eens een keertje, niet te vergeten, een geweldige deal gemaakt met Halidé Soklu. Dus 2019 kan niet stuk.